En dat klopt ook vandaag, want we gaan nu weer eens even onbezorgd lachen om de brekers. Want bij Peek is er ingebroken in de fietsenstalling en Fokke krijgt een rol in een toneelstuk. Maar hij realiseert zich helemaal niet waar het stuk over gaat. Binnen zijn ze gedrongen. En dat op klaarlichte dag. Ja, nou ja, klaarlichte dag. Het was nacht, ik lag in bed, maar toch. Dus je hebt ze eigenlijk feitelijk helemaal niet gezien? Nou, nee, feitelijk niet, nee. Nee, maar als ik hier geweest was, had ik ze gezien. Ik was naar de strot gevlogen, weet je dat? Alle 16. Hoeveel? Nou, precies weet ik het niet, maar het waren te veel. Moest kijken wat de rotzooi ze hebben gemaakt. Is hier altijd zo'n rotzooi? Zou iedereen zeggen dat ze het hebben opgeruimd? Ik was er kapot van, weet je dat? Kapot! Ik heb het ook tegen die politieman gezegd. Zeg, meneer, ik ben er kapot van. Bij een eerzame middenstander zomaar binnendringen. En als alles jatten wat er te jatten valt. Nou, dan waren ze bij jou gauw klaar. Ja, maar ik heb het wel opgeschreven dat ik met een vermist word. 1 geluidsinstallatie, 500 gulden cash en 6 fietsen. Dat had je niet, dat heb je nooit gehad ook. Hè? Huh? Nee, dat weet jij, dat weet ik, maar dat weet de verzekering niet. Gelukkig dat de schade meevalt. Ja, en toch is het bij mij geestelijk iets geknapt. Jaren geleden. En nog, als ik ze tegenkom, weet je dat? Ik klim erin. Als mensen 2 meter groot. Ah, schaat toch uit. Het zijn gewoon jonkies, knulletjes. Neem dat er maar van mij aan. En die vervelen dragen. Nou ja, kom eens uit het discootje. Gaan ze bij jou het winkeltje binnen. Hebben ze toevallig last van een jeugdpuisje. Steken ze eigenlijk de boel in de fik. Gewoon just voor de fun. Just voor de fun. Nou, ik zou ze niet graag tegenkomen. Nou, ik wel. En ik vreet ze op met hart en haar. Dat kan ik je verzekeren. Oh, jij verzekert tegenwoordig alles. Als er 1 keer per maand bij jou inbreken, ben je boven je. Dat is de werkeloosheid. De jeugd kan ze eigenlijk niet meer uiten. Ja, wat weet jij daar nou van, pannetje pap? Jij doet die dingen toch ook niet? En je bent al jaren werkeloos, kom. Ja, maar hij vindt dat prettig. Hij geniet ervan. Maar dat is helemaal niet waar. Ik zoek heus naar werk. Maar ik kan niks vinden. Nee, dat klopt. Harry kon nooit wat vinden. Hé, Harry? Lapswans. Jongens, zullen we even op een andere zender zitten, ja? Ja, jongens, laten we wat drinken, hè? Nee, ja. Op het verlies. Iedereen hetzelfde? Nee, ik niet meer. Nou, heel verstandig genoeg. Want je gaat al aardig kleuren van al die chocomel. Ik ga naar het buurthuis. Dat wordt strakjes geopend. En iedereen is uitgenodigd. Nou, buurthuis. Ik word nou al onpasselijk. Oh, ik vind het een uitkomst. Vele van onze mensen zijn lopende der WW of WAO en die weten met hun tijd geen raad. Ja. Dan mogen ze gratis, dan mogen ze helemaal gratis, dan mogen ze klaar verjassen, ja. En alle die oudjes en een ronde tafel en dan staat er zo'n buurtfoto naast. Vooruit, klaar verjassen, vooruit! Misschien houdt de jeugd van de straat? De jeugd komt daar niet binnen. Nee, die komen in een vochtige, oude, vieze fietsenstalling. Ach, daar ben ik helemaal niet met jullie eens, jongens. Wat is het nou? De jeugd komt er wel binnen. Believe me, die jou komt er binnen. Alleen niet overdag, ja, niet op de klaverjassen, maar ze komen er binnen. Ik geef die houten keit nog 2 woggen, dan legt hij tegen de vlakte. Nou, just voor de fun, just voor de fun. Dan zal ik maar gauw gaan, voor het te laat is. Niemand zin? Nee! Jammer, want de drank is gratis. Nou, ze zien mij niet zitten. Ik zie wel zitten in een buurthuis. Dus al die oude knarren. Zijn die nou gratis? Gratis? Hé, hey, dinges! Wacht nog even. Nee, het is gratis! Wacht nou even! Ik hoop niet dat het gratis blijft, anders kan ik de tent wel sluiten. Dankjewel. Ik heb nog een kleine verrassing. De consumpties zijn gratis vanavond. Dat is goed, hè? Ja. Deventer. Dus dat is prettig voor u ook, hè? Ja, met u aan een beetje ontkomen is nog altijd moeilijk, hè? Volgens mij is de voorzitter net met zijn toespraak klaar. Nou, dan zijn we toch keurig op tijd. Wat een zonde!
Wat een zonde voor zo'n schitterende open plek. Gooi ze er een houten kei neer, dat noemen ze een buurthuis. Echt, echt, echt. Zeggen we nou, wat is dat? Prik. Prik? Prik! Nee, zit ik bij de dokter? Ik wil alcohol. Alcohol, nu, meteen. Hop, wiet, 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 alcohol. Alcoholici komen pas na zessen. Oh, dan komen ze dan terug als de alcoholici er zijn. Oh, dan krijg je nou met zijn buurthuis in. Betutteling. Ah, ik zou er een heel ander buurthuisje moeten neergooien. Een beetje plus drinken, dat een bubbelbadje, propere gastvrouwtjes, klaar een casinootje misschien, weet je veel. Jij hebt het over een bordeel. Heel goed, bingo. Nee, ze gooien een auto, kijk, jongen, dat is vlaggen om rotzooi. Ment mijn words, ment mijn... Laat mij eens even, dan moet je eens heel goed naar mij luisteren, net Nick, met je tutti-frutti hoofd. Jij gaat nu voor mij een consumptie halen, gratis, met... alcohol. Regel dat maar met de voorzitter, ouwe. Ah, daar is meneer net. Hé, kijk eens aan. De brekertjes zijn er ook. Welkom, heren, welkom. Ik hoop u nog vaak te zien hier. Ah, graag, meneer. Mag ik even iets zeggen? Even een kleine opmerking. Ja. De speech die u gehouden hebt was buitengewoon mooi. Dank u wel. Dag. Hij is er helemaal... En die daar! Dus buitengewoon mooi, we hebben ervan genoten. Nou, zo goed was hij niet, toch? Nou, kijk, een mens hangt af aan elkaar van beleefdheden. Nou, het volgende. Wij zijn hier met volwassen mensen. Waarom moeten wij tot 6 uur... Wij zijn nog steeds op zoek naar een coördinator voor de cursus eenpansgerechten. Is dat niks voor jou? Oh, graag, meneer. Ik schrijf het meteen op. Ah, hey, prima. Luister even. Hoe schrijf ik coördinator? Met 2 puntjes boven de hoofd. Ja, dat kan ik nou kort wisselen van woorden. Ja, dat is prima. Nou, dat is dan geregeld, hè? Nee, we hebben nog niks geregeld, meneer. Luister, Siske en Wiske, meneer Pijpmans. Wij moeten zaken even wat regelen. Geachte meneer De Breker, wilt u in de loop van de volgende week even terugkomen? Ik moet mij nog even onder de anderen mengen. Ah, u gaat mengen. Ik ga mengen onder de anderen. Ja. Nog een vrolijke avond u verder allemaal, hè? Ja. Is nog wat, hè? Nou, daar kan ik nog manisch depressief van worden van zo'n kladblok. Ja. Ja, jongens, ik wil Trace niet te lang alleen laten in het café met alle gespuis over straat. Dus ga je mee fokken? Nee, ik kan niet. Ik wil wel, maar ik kan niet. Waarom niet? Die glazen moeten leeg. Daar hou je toch niet van? Het is gratis! Is dat nou een eenpansgerecht, Trace? Nee, Hart, dit is een zespansgerecht. Maar hoe maak je dan een eenpansgerecht? Door alles in 6 pannen te flikkeren in plaats van in 1. Nee, ik vergis me. Door alles in 1 pan te flikkeren in plaats van 6. Maar wat krijg je dan? Een onsmakelijke hap. En dan ben jij nou hoofd van. Net op tijd. Vergeet het maar, te laat. Alles is op. Ik hoef niet te eten. Ik heb al gegeten. Ja, ik moet nog even toast hebben. Jij moet mij altijd hebben. Ja, maar dit keer gaat het om... Wat hebben jullie dan gegeten? Biefstuk. Van de haas. Van de verzekering. Biefstuk van de haas van de verzekering? En daar heb je mij niks van gezegd. Van die biefstuk van de haas zonder verzekering. Ik heb ook recht op biefstuk van de haas zonder verzekering. Ik heb in jaren geen biefstuk van de haas zonder verzekering gehad. Ik ken het nog niet eens met biefstuk van de haas zonder verzekering. En dan heb je toch niets gemist? Maar de boer die kent het, vreet hij niet. Het is mijn eigen familie. Ik ben er kapot van. En eigenlijk heb ik veel te veel gegeten. Voortaan zal ik je waarschuwen. Nou, vertel wat je wil, want ik heb Toon beloofd vanavond te helpen. Ik heb een laken nodig. Ah, hij moet natuurlijk even leggen vanwege de slag. Reetje! Zwijg, Flaflip. Fokke. Waarvoor kom je hier? Ik heb een laken nodig. We hebben alleen maar 2 persoons. Alleen? Nou, ik zou eigenlijk een enkeltje moeten hebben. Harry heeft nog enkeltjes in zijn kast. Even persoonlijk. Is dat niet smerig?
Wel, hij had nog nooit zijn bed verschoond, dus het kan niet meer geweest. Nou, vooruit hem maar. Hap. Mot het. Doe het dan maar, anders blijft hij de hele avond. Als ik het maar wel terugkrijg, hè. Maak je er geen zorgen, het schijnt alleen maar voor de kostuums te zijn. Wat moet je nou zo op een club? Oefenen. Oefenen voor het kerstspel. Voor het kerstspel? Ik speel mee. Voor het kerstspel? We hebben nog niet eens Pasen gehad. Ja, maar we moeten oefenen. We moeten heel lang oefenen. Het schijnt een heel ingewikkeld verhaal te zijn. Ken je dat dan niet? Miss Intelligentia. Natuurlijk niet, ik moet morgen ermee beginnen. Een kerstspel gaat altijd over het kinderke Jezus. Tja, maar, hè? Het kinderke Jezus. Meen je dat nou? Ja, dat is net een rol voor jou, dat kinderke. Een kinderke van 68 jaar. En dan kwamen de herders en die lagen bij nachten. Nee! En dan liet hij iedere keer het einde vertellen, dan is de hele spanning weg. Nou, dan had je ook nog de koningen, weet je wel, met pakjes en geschenken. Koningen? Ja. Meen je dat nou? Ja. Ja, dat is interessant. Kijk, je zei toch koningen? Met pakjes en geschenken, ja. Dan had je, hoe heet die? Kaspar. Ja. Dat is genoeg. Die neem ik. Dan speel ik Kaspar. Ja. Dat is mooi. Het lijkt mij sterk dat jij die rol krijgt. Waarom zou ik die rol niet kunnen spelen van Kasper? Een koning is mijn, als bij wijze van spreken, aangeboren. Kasper was een neger. Nou, de, hè? Goedemiddag allemaal. Oh, nou, daar ben ik gauw klaar mee. Is Toosje er niet? Nee, die is even weg voor een boodschap. Oh. Dan ben jij vrolijk. Hij heeft de loterij gewonnen. Nee, ik heb de mensen met de verzekering over de vloer gehad. Ze betalen niet uit, de schoften. Ze betalen niet uit? Waarom betalen ze niet uit? Ik was niet verzekerd. Alleen omdat je niet verzekerd bent. Wat een onrecht. Waar is de wereld mee bezig? Ik kan daar niet tegen. Waar loop jij mee over straat? Dit is van mijn kerstspel. Dan moet ik een beetje indragen, anders is het te nieuw. Je loopt voor gek. Hoe kom je daar? Zo liepen ze in de tijd allemaal. Dat was mode. En daarbij, de hele dag aan en uit kleden, is ook niks voor mij. En het draagt lekker makkelijk. Zeg, weet je wat ik heb? Nee. Honger. Heb je niets gegeten, hè? Ja, vanmiddag vanwege het kerstspel. Oh ja, hoe ging dat? Nou, dat was niet de best. Dat brood was niet weg te krijgen. Volgens mij was het hetzelfde brood dat ik een paar jaar geleden voor die vogeltjes in het Vondelpark heb neergegooid. Maar hoe ging het met dat toneelstuk? Nou, die sukkels begrijpen er niks van. Dat is één bij elkaar gerapt zootje. Ja. Dat is niks. Toneel moet iets moois zijn. Dan wordt het kinderke geboren. Weet je wat? Hou je niet voor mogelijk. Waar dat? In een stal? Nee. Hoe bestaat het? In een vieze vuile stal? Ja. Waarschijnlijk waren alle hotels vol. Zou dat zo wezen? Ik denk het wel, ja. Kijk, met de kerst hebben de mensen een paar dagen vrij. Dan trekken ze erop uit, hè. Oh. Ja. Ja, nou, dat kan wel wezen. Maar kijk, een stal, daar kan ik toch inkomen. Dat kan ik me best begrijpen. Het wordt alleen maar gespeeld door oude vandaag, de kerstspel. Ja. Maria, dat is de hoofdrol. Die wordt gespeeld door mevrouw van Bavel. De mens is 72 jaar, weegt 110 kilo, dat is een oude weduwe. Nou, zeg. En speel jij koning? Ik speel alleen hoofdrollen. Weet je wie ik speel? De timmerman. Hoe heet die nou? Ik weet, weet wie je bedoelt. Jozef. Ja, Jozef. Die speel ik. Ja. Ja. Ja, en dan moet ik opkomen met een ezel. Maar die is een beetje koppig, die krijg ik niet op. Die is niet voor te branden, die ezel. Een ezel? Een echte ezel? Ja, twee. Twee? Ja, die zit in dat pak. die ene oude vandaag speelt de kop en de andere speelt de kont. Ja, nou, dat kan ik wel begrijpen. Dat is natuurlijk een beetje behelpen. Maar nou is het zo dat die moet die oude mevrouw van Bavel... Ja. Die moet op die rug terechtkomen van die ezel. Ja. Begrijp je wel? Maar nou, vanmiddag... Vanmiddag stapt dat paard... Nee, die ezel.
Nee, die mevrouw van Bavel. Die moet dus vanaf een keukentrappetje, dat was afgebroken, haar eigen laten glijden op die rug van die ezel. Maar ze laat haar eigen niet glijden. Nee, ze springt in een spagaat en komt met een klap op die rug, op die twee uitjes terecht. Nou, dat, weet je wat ik hoorde? Klap! Die ene ouwe vandaag die slaat met zijn knerp tegen die vlek. Ik denk nou, en die kruipt onder het zware lijf vandaan. En die man die heeft al last van een hernia. Dus nou, die ging in een hoek het pand uit. En die andere ouwe vandaag, die ging dwars door zijn enkels heen. Allebei zijn enkels. Nou, dat werd een lawine. En Maria die verliet het pand op een paar krukken, mevrouw van Bavel. Nou ja, dat heeft toch geen niveau. Dat heeft toch geen respect, we blijven. Het klinkt allemaal wel lollig, hè. Het is eigenlijk weer een blijspel. Ja, en weet je, en dan komen er ook nog vier van die kerstkransen. Van die oude taken, die zijn bij elkaar 300 jaar. En die zingen de Stillige Nacht, Heilige Nacht. Wat die Die ziek is zo vol! Zo verschrikkelijk! Al vier keer zijn de agenten binnen omdat ze het alarm dachten dat het alarm op. Nee, dat is allemaal niks. Maar dat zal er ook wel uitgehaald worden, want ze hebben vannacht de platenspeler gejat. Wanneer? Nou, dat is vannacht gebeurd, net als ik zeg. Ja. Vannacht? Ja. Dus dat gaat eruit, volgens mij. Ja. Nou ja. Ja, daar zitten we. Vriezen we dood. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben er helemaal erop geknapt. Zeg, zullen we een bolletje drinken? Waar? Ik weet een plek waar ze gratis schenken. Oh nee, je krijgt mij niet meer door het buurthuis. Nee, ben je gek, man? We blijven hier. Als jij nu even op de uitkijk gestaan, dan duik ik dik achter de bar. Oké, dan doe ik het zo. Ja. Dan fluit ik. Ik blijf fluiten. Zolang als ik fluit, is de kust veilig. Oké. Als ik ophoud met fluiten, dan is het link. Oké? Ja. Nou, dat heb ik toch gezegd. Zo'n houten keet geeft rotzooi. Believe me. De ene dag slopen ze binnen, de andere dag steken ze het in de fik. Just voor de fun. Just voor de fun. Nou, ik vind toch dat dat niet kan. Ja, kijk, maar ze vragen jou ook niks. Witte pater. Dat ziet er leuk uit, hè. Ah, het is net een spook van de opera. Fokke, ik vind eigenlijk dat je dat laken niet terug kan geven zo, hoor. Aan Harry. Waarom? Eigenlijk niet. Waarom niet? Hij kan het toch zo weer aantrekken als ik ermee klaar ben? Ik wist het wel. Ze zit het liefst in de kroeg. Goedenavond, heren. Daar heb je het hoofd voor het eenpansgerecht. Ja. Wat heb je vandaag dan weer gekookt, Paul Lepel? Hond in de pot. Ja. Nou, dan leek het wel op. Er was werkelijk niets meer om mee te koken. Nee. Ja, maar dat was toch een grote homp oud brood. Dat kon er genuttig worden. Ja, maar ze hebben vannacht ingebroken en alles meegenomen, meneer. Nee, wat heb ik gezegd? Ja, was echt vervelend. Echt vervelend, maar het vervelende is. Men heeft angst dat er nog meer acties op stapel staan. Dat ze terugkomen. Nou, reken maar voor je. We hebben uiteraard getracht de politie in te schakelen. Maar ja. Nee, die komen niet, hè, meneer? En nou zoeken we vrijwilligers, hè, meneer? Ja, inderdaad. Wij zijn genoodzaakt om zelf te gaan posten, 's avonds in ons buurthuis. Nou, dat is de enige methode, weet je dat? Een paar flinke kiosks met dikke stokken. En opvreten het daar. Beek, overdrijf jij niet? Waarom niet? Bij mij hebben ze nog de stelling ook leeggehaald. Op, we moeten ze oppakken. Inderdaad, dat is dan geregeld. Tuurlijk. Hartstikke bedankt, Peter. Niks te danken, hou, joh. Waarvoor? Nou, dat jij vannacht wacht wil lopen. Nee, dat wil ik helemaal niet. En dat zegt u net. Ja, dat meende ik ook gehoord hebben, hoor, Peter. Ja. Ik zei het nog, overdrijf niet. Nee, wacht even, dat heb ik niet gemeen. Niet zo. Nou stribbelt hij terug, meneer de voer. Moet je niet doen, je moet niet terugstribbelen. Of ben je bang? Helemaal, mijn bang? Mijn broer bang? Hij vreet ze op. Hij klimt erin, al zijn ze 2 meter lang. Mijn broer is bang voor niemand. Precies. Mooi. Dan lost u vanavond om 10 uur de avondploeg af. Ik dank u wel. Heren, goedenavond verder. Dag meneer. Ja, ook zo, hè. Dag meneer. Kan je nou nooit je waffel houden, hè meneer? Wat zit je nou in je eentje? In mijn eentje? Nou kijk, als ik moet, dan ga ik. Maar niet alleen.
Rustig dan maar, Harry. Ik kom eraan. Nou, niks te bekennen. Ah, gelukkig. Het is wel stil hier. Hé, hey, Peek. Vind jij het ook niet stil hier? Ik vind het hartstikke stil hier. Ik hoor jou, Harry. Al die tijd hoor ik jou. Nou, je moet blijven praten, heb ik wel eens ergens gelezen, om niet in slaap te vallen. Maar ik wil juist in slaap vallen, Harry. Nee, dat mag niet. Want als ze dan komen, dan sta ik er alleen voor. Als wie komen? Inbrekers die alles weghalen. Ach, die komen toch niet meer terug, man. En dan valt hier niks meer te halen. Het enige wat hier staat, dat ben jij. En geloof me, dat laten ze staan. Zat je gouden klomp aan je voeten. Misschien nemen ze mij wel mee. Gijzelen voor losgeld. Opgesloten in een kast. 3 weken lang, omdat jij te bedonder bent om te betalen. Wat hebben die mensen nou een 25 gulden? Misschien vragen ze meer. Ik heb niet meer. Ja, dat weten wij, maar dat weten hulli niet. Ga zo door, Harry. Ga alsjeblieft zo door. Ik word zo moe van je dat ik bijna leg te pitten. Nee, niet doen, Peek, niet doen. Laat me niet alleenig. Ik zie ze al voor me. 4 van die grove boekenkasten in lederen jeks met van zulke knuppels in de luiklauwen. Nou, wat moeten we dan doen? Hollen. Helden. Zuivere helden zijn het. En mijn kleine, dappere, eigen broertje, die loopt voorop. Wel, ja, neem er nog een. Ja, dankjewel, Toos. Graag nog een borreltje. Omdat ik zit met een brok emotie. Omdat mijn broer daar de wacht houdt. In zijn straat. Tegen het schorre morrie. Helemaal alleenig. Met Harry. Dat zeg ik, helemaal alleenig zit hij daar. In zijn eentje. Tegen die dreggels. Dat gespuis. Oh, de emotie borrelt weer op. Ah, jij borrelt anders ook aardig. Ja. Dat hij me dat nog kan geven. Ik heb altijd geroepen, je moet bij de politie gaan. Bij de politie. Dat hij dat nou in de winter van zijn leven. Dat hij dat nou vervult. Het vervult mij zo. Ik kan het niet leven. Oh. Wat gaat zo'n fles toch snel? Fokke, ik wil niet zeuren. Hemel, alsjeblieft niet zeuren, Toos. Maar het is al uren bedtijd. En wij blijven hier, we wachten op hun. Jij, ik en de fles. Ik val om van de slaap. Ik ken geen slaap. Jij ken geen slaap. En de fles ken geen slaap. Het spijt mij zeer, maar ik ga opruimen. Maar wacht, ik heb een idee. Hé, Toos, ik vertel jou dat verhaal van het kinderke. Zoals wij oudjes dat spelen. Klokken 12. En dan moet jij zingen. Jij, hebben wij hier een kerstboom? Nee. Nou goed, dan doen we het zonder kerstboom. Moet jij zingen. Zing nou! Stil! Ja, nou kijk. En dan kom ik op met die ijzel. Ja. Nou, ik heb geen ijzel. Dan moet jij even op je handen en voeten. Op je handen en voeten, ja. Never. Nee, maar jij moet even die ijzel spelen. Dat kan jou toch geen moeite kosten. Je moet wel even... En dan moet je door blijven zingen, anders ben ik uit mijn rol. Ik praktiseer me niet over. Ah, vooruit dan toch. Je moet wel even... Anders wordt het kindje noodgeboren. Graas. Ja. Denk maar weer in je eigen. Maar mijn gedachten gaan uit naar mijn broertje. En de fles gaat achter slot en grendel. Doe dat nou niet. Geef nou aan mij. Niet voor mij. Maar voor mijn broer. Voor Peek. Ik ga naar het buurthuis. Ik ga hem een borreltje brengen tegen de kou. Mijn roept de plicht. Hier, doe je jas om. Het is veel te koud. Is dat een jas van die dinges? Ja, dat is een jas van die dinges. Hoe zit je dan maar? Stille nacht. Dag, Fokke. Dag. Stille nacht.
mis nooit. Dat is een doodzonde wees. Pink, pink. Wat? Ik hoor ze. Ik hoor ze. Ik hoor ze rommelen. Rommelen? Dat is mijn maag. Ik heb honger. Heb jij niet wat in die ene pan van je? Nee. Er is nog wat brood van de toneelclub. Nou, laat dat maar liggen. Ze fokken morgen niks. Hoe laat is het? Laat. Ja. Nou, dan komen ze niet meer. Volgens mij blijven ze nou al weg. Hoop ik. Dat soort types komen nooit meteen terug. Ik ken ze toch. Flauwekul. Ja. Het is de eerste en de laatste keer dat ik in deze poppenkast meedoe. Volgens mij is het nou al ver na 12. Nou, dan komen ze niet meer, hoor. Nee, hoor. Vast niet. Dat is maar goed ook. Want ik had ze afgemaakt. Ja, het schoren. Ik had ze in mootjes gehakt. Wat was dat? Dat was de voordeur. Had jij het niet op slot gedaan? Ik? Nee, ik dacht dat jij hem... Nee. Oh, daar zijn ze. Wat? Ze zijn er. Ze maken me af. Ze hakken me in mootjes. Ga nou niet huilen, Harry. Daar kan ik niet tegen. Niet huilen nou. Wat ga je doen? Bidden. En daarna duik ik onder de tafel. Nee, Harry. We moeten ons verdedigen. We moeten wel eens afbijten. Kom op, jij loopt voorop. Nee, dat wil ik niet. Ga wel, lopen. Dan zak ik jou persoonlijk in mootjes. Zie. Volgens mij is er maar één. Nou, die moeten we kunnen pakken. Weet je wat jij doet? Jij gaat hier achter de deur staan. Op het moment dat de persoon binnenkomt, dan maak ik hem aan het schrikken en dan spring jij hem in zijn rug. Nee. Jawel. De voetstappen komen al dichterbij. Stil dan. Kijk ik eerst nog even naar het toilet? Nee. We moeten net doen of we met z'n tienen zijn. Dat schrikt af. Ja! Harry, pak hem. Pak hem met z'n tienen. Pak hem. Laat hem niet los. Ja, ik heb hem vast. Hij krijgt geen kant meer op. Hij krijgt geen kant meer op. Ja. Pijn in mijn hele karrekast. Had jij die kunnen kloppen? Zag je dat, Peuk? Ik had hem te pakken. Dat is wel de verkeerde. Nou, dat zeg jij. Maar ik heb er wel plezier aan beleefd. Het was een vergissing. Ja. Ah, ik ken mijn eigen krachten niet. Ik heb nog helemaal niks op mijn geweten. Je dacht dat je gewoon kwam inbreken? Ja. Ah, kom maar, dan grijp je een oude man. Kennen jullie wel? Dat kent toch niet? Ongelukje, misverstand. Jammer. Ja. En ik kwam nog wel... misverstand. Ik kwam nog wel om jullie te steunen. Vuile verraaiers. Hebben we niet een borreltje voor hem? Borreltje. Een borreltje. Oh, nee. Nee? Geen borreltje? Nee. Vocht. Oh, vocht. Hij laat het bloed wijzen. Gebroken. Gebroken. Net als ik.